Bij vloed accentueren ze voor de kust van Arromanche in Normandië de horizon, waar zee en lucht elkaar zacht lijken te raken. Resten van een drijvende haven uit de junidagen van 1944. Kleuren van een regenboog overstralen het vroegere slagveld. De bunkers van de batterij bij Longues-sur-Mer liggen als gedode buffels op de hoogte achter het strand. Een van de kanonnen uit de gieterij van Krupp is aan de sloper ontkomen. Het geschut houdt nog steeds de elevatie waarin het in de vroege morgen van 6 juni 1944 tot zwijgen werd gebracht. Omaha Beach noemde de geallieerde legerleiding deze sector van het invasiestrand. Omaha Beach, een vertrouwde naam van thuis voor de Amerikaanse soldaten die hier uit de landingsboten sprongen. Hier vielen de eerste uren van de invasie de meeste geallieerde doden. Generaal Bradley zag niets in de amfibische tanks die speciaal voor landing vanuit zee waren gemaakt. Vrijwel onbeschermd liepen de Amerikanen het Duitse vuur tegemoet. Tussen Colville en Oran-sur-Mer ligt het kerkhof waar bijna 10.000 van hen de laatste rust plaatsvonden. Sinds 1951 was een estafetteploeg van AV-34 uit Maastricht naar Normandië gereisd om er het bevrijdingsvuur te halen. Daar maakte official Jean Colombon bekend welke atleet als eerste de brandende toorts zou dragen die elke 5 jaar als het ware van generatie op generatie wordt doorgegeven. We hebben in Cannes dan ook gekozen voor de jongste deelnemer. In ons gezelschap en tijdens die plechtigheid zal Nathalie Heunders dus vooral namens ons allen het vuur in ontvangst nemen. Menig estafette veteraan moest hier even slikken. En hoe vond Nathalie het zelf? Heel apart. Het is voor mij de eerste keer. Ik vind het een hele eer. Een hele eer. Sta je wel eens stil bij de oorlog en wat die Amerikaanse militairen, kortom al die geallieerde militairen, voor ons hebben gedaan? Eigenlijk niet zo. Nee. Maar je hebt vandaag wel wat gezien van de invasie. Wat denk je nu daarover? Hoe denk je daar nu over? Het ging er toch wel hard aan toe. Je bent toch blij dat het voorbij is, zeg maar. Ja. 4 muzikanten van professionele militaire muziekkapellen doen dit jaar mee om extra luister bij te zetten bij de bevrijdingsestafette naar Maastricht. Mag ik eens raaien wat jullie denken? Jullie denken, ach, die Limburgers, die Maastrichtenaren, die hebben weer een feestje en dan moeten we zo nodig opdraven om een deuntje muziek te blazen. Nee, dat geloof ik niet. Nee, wij spelen alleen maar voor serieuze zaken. Wieveel kilometers plooster heb je bij jou? Nou, ik denk dat ik meters bij me heb. Tot dat kind vergelijken, dat het voldoende zou geweest voor de slachtoffers van... Het leek misschien een beetje heilig dat u zegt, voor de slachtoffers wat hij gevallen is in de eerste oren tijdens de D-D. Op het plein
voor het gemeentehuis van Kaan escorteerden de Maastrichtse estafettelopers hun burgemeester en die van Kaan bij de plechtige ontsteking van de Maastrichtse fakkel uit de eeuwige vlam voor de onbekende soldaat. En zo is de fakkel onderweg, burgemeester. Ja, de fakkel is inderdaad onderweg. En nu komt het erop aan voor de lopers om de route naar Maastricht te gaan maken. Ja. Hoe ondergaat u persoonlijk zo'n plechtigheid als deze? Ik moet zeggen, ik vind dat altijd heel indrukwekkend. Omdat er ook zoveel mensen vanuit verzet en mensen die de oorlog hebben meegemaakt, in alle droefheid en ellende, zeg maar, de verwerking van hun persoonlijk leed ook nog op deze wijze gestalte kunnen geven en daarmee ook kunnen doorgeven aan ons en aan de jongere generatie wat de betekenis is van het begrip vrijheid. En de innerlijke kracht waarmee zij die vrijheid hebben verworven, dat door te geven, en dan hebben we daar een aantal symbolen voor, een vlam, vuur, esprit. Wel nu, en met die vlam en dat vuur en die esprit, dat vind ik dan heel mooi en heel symbolisch en ook heel sportief, want het is niet gemakkelijk. Het zijn nu de lopers van AV 34, nu voor het eerst onderweg naar het stadhuis en vandaar de echte route naar Maastricht. Nu gaan er de laatste tijd stemmen op om de vijanden van weleer, om die samen bij zo'n herdenking te betrekken. Ja. Dat lijkt me toch niet voor iedereen zo makkelijk om dat te accepteren. Nee, daar zitten natuurlijk, wat ik zojuist ook schilderde, ongelooflijk veel gevoelens komen ook los op het moment dat je officieel de bevrijding viert en officieel ook bij monumenten, in kerken, op pleinen, in straten,
bevrijdingsfeest met elkaar maakt. Eigenlijk een feest op de eerste plaats van verzoening. U zei de vijand van weleer zijn onze vrienden van nu, Duitsland en de Duitsers. Alleen op zo'n dag moet iedereen de mogelijkheid hebben, en zeker rekening houdend met die gevoelens, om zijn persoonlijk leed te kunnen verwerken. En daarvoor wil dat niks zeggen als je op zo'n dag ook je vrienden, de Duitsers, niet uitnodigt en eigenlijk vraagt, laat even dit moment van bezinning, laat dat even ook zeg maar op een afstand door jullie meebeleven. En de verzoening, dat teken van de verzoening, dat blijft en dat doet daar niets aan af. In Lorraine-sur-Mer gaf een estafette-veteraan enkele fijne kneepjes prijs over hoe je zo'n fakkel in alle omstandigheden brandende kunt houden. En als ze nu winderig weer of normaal, dan moeten ze hem eventjes een beetje draaien. En dan schiet er aan de vuurkant gewoon zwijgen branden. Hè? En dan poep ze en dan lekker zich erneer. En dan hebben we geen vuur meer. En dan doet dat gewoon net. En zo doen we. En zo gaat dat steeds heen en weer. Dat is het officiële. Je wordt gebruikt. Het is voor plechtig. Ja, vooral plechtig hier, wat voor monumenten, wat doen we op hetzelfde bedrag. Ja. En het is mijn 14e keer, dus ik knip een klein beetje. Het Amerikaanse invasiemonument in Omaha Beach vormt bij elke Normandië-Maastricht-estafette het eigenlijke vertrekpunt voor precies 885 monumentale, maar vooral gedenkwaardige kilometers. Het volgen van de Old Hickory-gevechtsroute van toen is vooral voor ouderen een emotionele gebeurtenis. Scheidt Geder met Oet of gaat Geder door met de bemeuning? Nou, gezien mijn leeftijd zal ik dat met Oet moeten zeggen. Maar we hopen wel dat de jongeren de fakkel kunnen overdoen na 5 jaar. Letterlijk en figuurlijk. En dan tot we toch wat door kunnen gaan. Dat hoop ik nog altijd. Wie is de Gijs onder de jonge lu van nu vergeleken bij de van toen? Nou, wat toen natuurlijk, die jongens toen hadden Mia dus met. Eind jaren 40, hè? Ja, dat jongens hadden Mia met gemaakt. Ze wisten wat een oorlog was, dat weten die jongens op het ogenblik niet. Maar als ze zo van zijn gisteren aan het museum geweest in Kaan, ze komen toch onder de indruk. En het jammere, het joenste ervan vind ik, ze komen strak met een vrouw en met een kinder, dan komen ze toch een keer terug. En dat vind ik geweldig. Het is teken dat ze begrepen wat gebeurd is en wel een kinderrol te zien. Daar wil ik emotioneel van, ik kan er niks aan doen. Het is zeer begrijpelijk. Op dit plekje stond een kerkhofje, dat wil zeggen, daar stonden een paar palkjes. Met een houten herinneringsbordje, met getouwen omspannen. En dat wordt dan het Iers-Amerikaans kerkhof. Die lui was heel begraven zijn geboren, zijn achteraf, zijn naar het Groetkerkhof gegaan. En waar waren de jongens die heel begraven lagen gesneuveld, ook heel direct in de omgeving? Direct, heel om het strand en in de omgeving natuurlijk. Werd er dat vuur? Nou, ik kan niet zeggen dat het direct een massagraaf was, maar dat was toch wel de nuttingen. Ja. Als ik het goed heb begrepen, neem ik het een kaan over. En dan loop ik de eerste 3 kilometer en dan wat verder. Jullie zijn allemaal hartstikke dat op het bot. Maar afgetraind, hè? Ja, de meeste van deze mensen die trainen natuurlijk al jaren. Ja, maar hoe kijk je nu tegen deze speciale? Want dat is toch iets speciaals voor jullie? Ja, kijk je er nu tegenaan? Nou, het is gewoon uniek dat je dit mee kan maken op de eerste plaats. En op de andere plaats, de geschiedenis wat hier aan vooraf is gegaan. Dat spreekt natuurlijk. Je hebt vanmiddag iets van de geschiedenis gezien, hè? Ja. Ja, vooral wij hebben de oorlog dus niet meegemaakt, maar mijn ouders bijvoorbeeld wel. En die vertellen dan al verhalen die je dan nou vanmiddag eigenlijk pas echt weer ziet. Dus dat is best wel imponerend. Thank you.
Nogmaals succes, Wim. Oké. Dankjewel. Terwijl de estafettelopers elkaar om de 3 kilometer aflossend over de Franse wegen eilden, gedacht Mesh, rijkelijk besprenkeld vanuit de hemel, zijn bevrijding op 12 september 1944. Een Mitchell-bommenwerper en een Spitfire vlogen laag over Nederlands eerste bevrijde dorp. Oud-strijders trotseerden de regen en ook de koninklijke harmonie Sainte-Cécile, de roeiharmonie van IJsden, was met haar Franse klank van de partij. Joseph Wetzels uit Moerslag, fruitkweker van beroep met een passie voor de jongste geschiedenis, heeft secuur uitgeplozen wat er een halve eeuw geleden in Mesh gebeurde. Nou, Mesh bevrijden op de 12 september 1944. En de eerste Amerikanen kwamen om 10 uur 's morgens hier over de grens, even zuidelijk van deze plaats waar we nu staan, een kilometer zuidelijk. Hoeveel slachtoffers zijn er weer gevallen? Nou, bij de Duitse kant zijn er ongeveer 10 gevallen en er is 1 Amerikaan is hier gesneuveld. En dat was Leonard Hoffman. Ja. Wat vind je van datgene wat er allemaal te doen is, ter herdenking? Nou, ik vind dat grandioos. Ik had er nooit verwacht dat zo gevierd, zo herdacht zou worden met de vliegtuigen en alles wat er omheen. Ja, dit is inderdaad pas het woord grandioos bij. Deed het ook wat op dit moment? Ja, inderdaad. En toen ik die vliegtuigen overkwamen, de Mitchell en de Spitfire, inderdaad, ja. Ja, ja. Wie vind je dat de bevrijdingsestafette van Oud-Normandië naar Maastricht deze streek aanduidt? Nou, dat vind ik goed dat ze dat herdenken op die manier. Ja, dat vind ik inderdaad zeer goed. Dat is de fakkel, de toorts, ja, de toorts van de vrijheid, inderdaad. Bevrijdingsfeesten, zegt u dat hier, of zegt u nou, ja. Dat is al de zoveelste keer, laten we nu maar eens ophouden? Nee, vind ik niet. Ik vind dat je dan een eer moet houden. Omdat inderdaad het Rijk vergeten te worden. En er komen steeds meer rechtsextremistische groeperingen. En ja, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Good afternoon, sir. Good afternoon. This is a Royal Air Force tie. That's correct, sir, yeah. And the Royal Air Force badge. I guess you are one of our liberators. I am, yes, certainly am, yeah. I'm more from North Holland than here, but I've come to see the liberation of Maastricht. Maastricht wacht vlaggend op het naderend bevrijdingsvuur. Opvallend is de grote belangstelling voor de tentoonstelling in de Dominicaner kerk. Jong en oud komen kijken. Wat is dit hier allemaal? Dingen om te draaien? Ja, die slinger, dat vertelde ik zo even. Daar zit een dynamo aan, net zo'n dynamo als bij jou op je fiets zit, waardoor je licht gaat branden. Alleen deze dynamo die wekt elektriciteit op en op die elektriciteit gaat die zender werken. Daar is elektriciteit voor nodig. President Roosevelt, is de Nederlandse ambassade te Washington. We zijn dan getuigd door het telegram en gezonden door de burgerij. Bij het provinciaal bevrijdingsmonument van Charles Eyck in Wiek worden kransen gelegd, onder andere door de burgemeester. En dan komt vervolgens een stevige brok oorlogsgeschiedenis letterlijk Wiek binnenrollen.
Hey, goedemorgen. Morgen, Robert. Dag. De morgen van dinsdag 13 september breekt aan. Het begin van VIP-dag. Oud-voorlichter Thijs Romans van de gemeente Maastricht vertelt in de bus nog iets over het doel van de reis. De plechtigheden rond de bevrijdingsestafette Normandië-Maastricht in Valenciennes. In Valenciennes neemt estafette-official Carrie van Gerstel nog even het protocol door met de civiele en militaire autoriteiten. Loco-burgemeester Theo Bovens wakkert dan samen met de burgemeester van Valenciennes met een sabel de vlam aan bij het monument voor de gevallenen. Een traditie in Frankrijk, ook het touché van de estafette-vlam hoort erbij. De vaandels van de oud-strijders gaat het dan militairement op weg naar het stadhuis van Valenciennes voor een ontvangst. Het bevrijdingsvuur blijft zolang buiten in vertrouwde handen. Vanuit Valenciennes gaan de AV34-lopers de nacht in. 3 kilometer per atleet, oplettend geëscorteerd door motoragenten. 2 Fransen, 2 Nederlandse. De zoveelste wissel in de al wat kille en vochtige nazomeravond. De VIP's blazen ook even uit in de bus, op geheel eigen wijze. Met dank aan de goede begeleiding in de Franse Republiek arriveert de estafette aan de Frans-Belgische grens. En dan begint een nachtelijke etappe door België noordwaarts richting Nederland. We aanrijden. Het zit veel licht erop. Het is van nog wijde. Voor de wieveelste keer gaat Geno met de bevrijdingsestafette bij? Voor de 9e keer. 9e keer. Hoe lang zit je er al bij betrokken? Van 1957. Oh, dat is toch al heel wat jaren, hè? In 1947 voor de eerste keer met geweest als volger. Ja. En 48 is geen geweest wegens geldgebrek. Wat toen ook al. Ja. En toen in 49 hebben ze me weer erbij betrokken. En van 49 is toen om de 4 jaar gegaan, dus 64 enzovoort. Je hebt het toch zelf ook, als eens dit een oorlog hebt beleefd, bewust aan het hert. Het was vanmiddag
in het museum. Ik heb het niet kunnen volbrengen. Ik ben weg van toe. Het greep ook aan. Ik ben er weg moeten lopen. Het kostte niet. Het ging niet. Ik kwam te val, herinneringen ook in tijd wat ze met gemaakt. Ik heb deze of gene geholpen in de oorlog en och, gooi vrond zien wegvallen op zo'n meneer. En dat frit dan nodig, hè. Dat kunt dan allemaal weer terug. In de Sint-Servaas-basiliek droeg 14 september monsieur Wiertz een plechtige hoogmis op, geassisteerd door deken Halleman van de Sint-Servaas en pastoor Wagenaar van de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. De veteranen van de Old Hickory Divisie zaten in de banken en kregen dezelfde bidprentjes uitgereikt als 50 jaar geleden, met onder andere de heilwens Sint-Servaasius, may protect you during this war and grant you a soon and a safe return to your home. Na de hoogmis legde burgemeester Hoebe een krans bij het monument voor de Maastrichtse gevallenen aan het Keizer Karelplein. In de stromende regen onthulde vervolgens burgemeester Hoebe samen met Frank Towers het Old Hickory monument van Appie Drielsma aan de Maas. Humbly and with all the gratitude in our hearts. Thank you so much. Viva la Maastricht, viva la Netherlands, viva la Amerika, and viva la freedom. Het Old Hickory Monument op de plaats waar de Amerikanen 14 september 50 jaar geleden binnenkwamen en jij hebt het gemaakt. Wat is het nou om in je eigen stad, waar je toch wel wat mee hebt natuurlijk, hè, zo'n ja, monument van bewogenheid, want het roept allemaal emoties los, hè, ja, die bevrijding, hè, om dat te maken. Het is natuurlijk een ontzettende moeilijke opgave, omdat mensen toch wel verwachten voor ja, een realistische beeld of zoiets. En ja, Amerikanen met, die ja, proberen ja, een overtocht de Maas over te komen. Ja. Ja, ja. Hoe heb je dat in dat monument vereeuwigd? Nou, voor mij is heel belangrijk geweest de locatie, historische, dus eigenlijk wat is er gebeurd. En Maastricht was dus eerst bevrijd, daarna kreeg dus die overdracht naar de overkant, Wiek naar ja? Maastricht. Ja? En nou, die locatie vond ik ontzettend belangrijk. En, nou, dan kan ik echt dagen vertoeven en rekening houden met het licht. En op een gegeven moment dan een combinatie van iets neerzetten en de filosofie, kom je eigenlijk dus tot een ontwerp. En mijn uitgangspunt is eigenlijk dus het Old Hickory regiment als geheel, maar heel constructief. Een soort basisvorm, wat zich losmaakt. Ja. Maar ik wil ook zoveel mogelijk algemeen zijn, omdat de dingen in het algemeen ja, ook is gebeurd, die hele oorlogssituatie. En die plek
waar de Amerikanen de Maas over zijn gestoken. Dat is mede bepalend voor de vormgeving die je... Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ja. Dus iets wat omaf is. De sprong naar de overkant. Ja, dus die aanzet naar die overkant, die spanning wat losmaakt. Inmiddels is de estafette aangekomen bij de grensovergang Withuis, Belgisch-Nederlandse grens. Het lachen lijkt de atleten een beetje te zijn vergaan. Maar wat wil je na zoveel water op je weg? Alleen loco-burgemeester Theo Bovens slaagt erin iets van een lach op het gezicht van de loper te brengen. Er is al een stuk niet tot de eerste. Was er een nieuwe nee, John? Veiligheidshalve, maar even onder een afdak op een droog plekje het vuur overgeven. En vanuit IJsden maar weer verder. Trouw vergezeld door het escorte en natuurlijk de regen. Maastricht ontkwam ook al niet aan het slechte weer. Maar de regen kon het enthousiasme nauwelijks temperen. Rijen dik stonden de mensen in de Maastrichter Brugstraat. Aan het fanfarekorps van de genie heeft het ook niet gelegen. Laten we eerlijk zijn, van zo'n jeep krijgen alle 50-plussers het toch eerlijk gezegd wel een beetje warm onder de regenjas. Om van de fanatiekelingen aan boord van dit historisch legermateriaal maar te zwijgen. Er is natuurlijk in Maastricht ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding heel wat afgesnipperd. Genoeg in ieder geval voor een echte ticker tape parade. De Old Hickories amuseerden zich kostelijk. Niet alle veteranen konden in de jeeps. Zoveel van die dingen zijn er niet meer in rijdende staat. Maar wie niet in de jeep kon, zat lekker warm in de bus. Hey, kom liever voor me staan, anders ga je niet meer voor me doen. Thank you.
Deze Maastrichteneertjes weten nu precies hoe de Maastrichteneren in 1944 zich hebben gevoeld. Margraten, 14 september 1994. Regen, veel regen. Margraten Weather, mopperde een van de veteranen die er al vaker bij was geweest. En je ziet haar denken, zou er nog niemand zijn met een paraplu? En ja hoor, twee nog wel, een compleet baldakijn. Wat later op de dag. Aankomst van prins Willem-Alexander op het Hendrik van Veldekeplein voor de academische zitting in de Sint-Janskerk. Gouverneur van Voorst tot Voorst en burgemeester Hoebe zijn ter verwelkoming aanwezig. En iedere Maastrichtenaar die in de Tongense straat wel eens een frietje bij haar gegeten heeft, weet dat bij koninklijk bezoek Rika altijd het beste plaatsje heeft. And of course a very special and warm welcome to the World War veterans who are attending this sitting. You represent all our liberators and we owe you our deepest respect and gratitude. In de kerk gezichten op ernstig en gevoelvolle woorden van gouverneur van Voorst tot Voorst, onder andere tot de Amerikaanse veteranen en hun echtgenotes. Voor de Nederlandse veteranen en voor al diegenen vanuit het verzet. Het eerste exemplaar van het boek Limburgse monumenten vertellen voor prins Willem-Alexander. De complete estafetteploeg hier vanuit Margraten gekomen op het Koningsplein, soppend over het gazon op weg naar het provinciaal bevrijdingsmonument voor een groet. Thank you.
aangekondigde F-16's moesten het door het slechte weer laten afweten. Maar een Cessna maakte de ene looppaas naar de andere en strooide of het Sinterklaas was. En daar dan het bevrijdingsvuur. Precies op tijd, spatsecuur volgens het schema, komen de atleten en estafettelopers van AV34 om 7:30 de markt op. Voorop Loemaers met de fakkel. Achter hem in weer droge trainingspakken de overige 22 vrouwen en mannen die de estafette hebben volbracht. En hoe? Onderweg kreeg Frank Smits, de begeleidende arts, slechts 1 spierblessure te behandelen. De mensen op de markt stonden 8 rijen dik. De atleten hadden vanuit de Nieuwstraat graag over een breed front de markt willen oplopen, maar dat ging absoluut niet. Er waren geen dranghekken voorzien en op een gegeven ogenblik kon je zien hoe de kabinetchef van de burgemeester, Ben Willems, samen met Beppie Kraft probeerde de mensen te bewegen toch even plaats te maken voor de atleten. Maastricht bevrijd, Nederland bevrijd en die hervonden vrijheid raakt ons blijvend. Vrede is nooit vrijblijvend. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur, de volkslieder en de behartenswaardige woorden van de burgemeester, speelden de gezamenlijke Maastrichtse muziekkorpsen de mars Officer of the Day. Het was als het ware de muzikale opmaat voor een avond bevrijdingsfeest in Maastricht tot in de kleine uurtjes. Net als toen. Onder deze bronzen plaquette aan de ingang van de Amerikaanse militaire begraafplaats in Normandië bevindt zich verzegeld en wel een capsule met documentatiemateriaal afkomstig van verslaggevers die de invasie op 6 juni 1944 hebben meegemaakt. Wat er in de capsule zit, weten alleen, voor zover nog in leven, deze reporters van D-Day 1944. Hun uitdrukkelijke wens was en is de capsule pas op 100 jaar na D-Day te openen. Vooruitlopend daarop mag worden verondersteld dat er ook over 50 jaar geen reden zal zijn niet nogmaals in respect het hoofd te buigen en te zeggen: Thank you, liberators. Unforgettable. Though near or far, like the song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay.